Vandaag was hier op het Malieveld in Den Haag een grote demonstratie waar duizenden vakbondsleden hun zorgen uiten over de pensioenplannen van dit kabinet. Ik begrijp die onvrede ontzettend goed. Nederland is natuurlijk een rijk land, maar er zijn steeds meer mensen die ook buiten de boot vallen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld decennia lang heel zwaar werk hebben gedaan en die dan niet op tijd met pensioen kunnen. Dat zijn mensen die zien dat hun pensioenspaarpot verdampt doordat de Europese rekenrente te laag is en de inflatie te hoog is. Dat komt door het beleid van de ECB. Het zijn ook mensen die zien dat wij honderden miljarden uitgeven aan klimaatplannen die volkomen zinloos zijn en alsmaar de grenzen openhouden voor mensen uit de hele wereld om hier naartoe te komen en van onze welvaart te genieten, terwijl we onze eigen mensen in de kou laten staan. Forum voor Democratie wil de pensioenleeftijd fixeren op 66. Mensen die zwaar werk hebben gedaan, moeten na 40 jaar met pensioen kunnen, ongeacht de leeftijd waarop ze met werken zijn begonnen. Iedereen die daarna nog wil werken, moet natuurlijk kunnen werken als men dat wil, maar het moet nooit verplicht zijn. De rekenrente moet omhoog, zodat de gespaarde pensioenen ook daadwerkelijk kunnen worden genoten. En dat alles kan gewoon als we ander beleid gaan voeren hier in Den Haag.